Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. Tijer, sleepwagen blijft hier zo staan. Beeks van harte. Ja, maar is er een 105 meter. Jouw kant. Ja, dat gebeurde. Dancing on Wheels, de 845. Jan Roosman, ziet de baan aan de einde van de baan. Dat is duidelijk. Zij denk dat we natuurlijk een niet helemaal, laat ik zeggen, run langs het lijntje hebben. In de woord van Witterop komt daar zometeen de bal met tevoorschijn. Wat de strijd van de Rieven Nederlands kampioenschap voor de kwalificatie. Op een baan die nu toch echt serieus getest gaat worden. En waar op dit moment dan zijn ik ook voor het is om bijvoorbeeld versnellingsbakschade te hebben. Titel, titel van het jaar. Nederlands kampioen. Super. Als een sportje waar de gemeente buiten de maat is, dan gaat het de vakje. 2. Aan deze kant alles natuurlijk weer loopzuiver vastgelegd op beeldmateriaal. We gaan maar kijken, gaan we luisteren naar de bochtoeren van de strekkers. Daar gaat een hele dure turbo eraf. Of dat hij niet duur of goedkoop is, maakt niet zo heel veel uit. Maar kapot is die zeker wel. Er is een cupje B aan de voorkant, dat wil je. Van die andere potsevens zijn begonnen van Henk Dompersteek nu zelfs gebeurtenis op deze Forever Blue. Degene die wordt redelijk vaak het maximale vraag, dat is terug tegen de wedstrijd in Lochem, maar dat is de full line. Terwijl het
maximale bedrag van de rekening. Als een vlag zo overtuigend. Zet de bodem in plaats. Houdt in dat wij nog de tweede deelnemer van deze Frenkenvloerse die daar langzaamaan is ingeslopen. En Rudy loopt hier, dat is eigenlijk nog de meest coole knikker van het spektakel, maar Roel gaat zelf rijden. Hier een hoog van het Nederlands kampioenschap voor Team Blazers. De echte strijd moet nog losbranden hier hoor. De eerste is even kijken, gaat dit voor Rudy in de 7-jaar B. Nog zo'n adrenalinebom. Dus de herkans zit dreigend. En gaan wij naar Ford Sensation. Ja. De enige die gebruik kan maken en ook zal maken van de herkansing is de kap. Hendrik-Jan van Dreyer, gaat het dan nu wel? Dan moet hij het bed aanpakken. Stoken en los, ja! Oftewel is dat haast van stand van de thuis. Nu de waarheid, hier zijn we toe aan de aanhaken. Meer voeten in de aarde wat betreft de Vaanvog en standaard gebeuren. En Remy Aarzen is vandaag de plaats en die is nog niet hier vandaag. Als eerste in die dienen al gekomen, we kunnen gaan zetten. Het is een onstandig aan de zetting. Naar de afstand zoals die hier staat. Van Reddingen staat achter jullie. Voor op een man, volgens jullie. Dat wil ik dan maar eens even horen. Wat zeg je? Dat is heel gevaarlijk, hè? En nou, daarom wil ik het daar graag eens over hebben. Of heb jij daar een andere mening over, Angela? Jij denkt als ik nee zeg, dan is het snelste weg, of niet? Ja, hè? Ja. En daarna de spoeling op deze Red Bull 2-3, here we go! Positief kritisch wil zijn, ligt hij in de laatste 10, 15 meter. Die voorwerp is misschien net niet genoeg. Aan toevoegen 92-11 om precies te zijn.
ga straks nog wel voor jou zingen, maar we gaan eerst even kijken naar de baan. We gaan kijken naar Forza Fiat. Op dat fijne staande profiel. En trekt de motor daarmee zodanig vol grip dat hij in ieder geval voorlopig moet aansluiten. Daaruit komt. Maar wat kan deze? Eens goed standen voor de Fiat Volt. Enig stand gebleven. Fox 77 Volt. Dat hij nog in staat is om de finale te rijden. Respectvolle wijze in ieder geval richting de afstand die wij hebben staan. Dus tweede en dan Jan van der Weijen derde. Gaan we tussen nu en een minuut heel veel meer weten. Degene die zo'n mooie strijd uit heeft gemocht in de competitie, die nog steeds niet is mee. Blijft hij heel, hij gaat hier over 103 meter en Rolliaks. Onderuit de zak weg, hele sterke start. Komt er niet aan! En we gaan vijfster hoog hier bij Red Bull. 103.04. En wij hadden staan 103.89. Westen binnen. Hier kijkt het met de 20. De rug van de brandstof. In de finale van 3,4 ton Cinesport. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.